Nog één dag en dan zit het erop. Na 44 jaar neemt Nanne de Rek donderdag afscheid als schipper op de veerboot tussen Maassluis en Rozenburg. Nanne is in al die jaren een bekend gezicht geworden, maar nu is het tijd voor zijn pensioen. Het is voor hem lastig te zeggen hoe vaak hij heen en weer is gevaren. Vandaag? Nou, in uw hele carrière. 45 jaar en 57 in een wacht. Vaar ik heen en weer. 57 keer in de wacht vaar ik heen en weer. Hij is naar eigen zeggen nog nooit met tegenzin naar zijn werk gegaan. Nee. Ik, en nog steeds niet. Ik heb nog 2 dagen te gaan en dan zit het erop. Ik ben nog nooit met tegenzin naar mijn werk gegaan. Nee. Het tochtje heen en weer is altijd hetzelfde gebleven. Toch zijn er dingen veranderd. Ja, in het begin was het veer van de provincie, zeg maar. En die deed de scepter zwaaien hier. En sinds een, 15, 16 jaar geleden is de boel geprivatiseerd. Ja, en dat is voor de klanten en voor het personeel niet een optimale oplossing, hoor. Dat is, sinds die tijd is het niet echt prettiger en leuker geworden hier. Maar welke kant is nou mooier? Maassluis of Rozenburg? Ik moet zeggen, sinds dat er daar een beetje flatten staan, als we daar op Maassluis voor de kant liggen, kunnen we wel niet meer goed in de rivier kijken. Maar Maassluis is wel opgeknapt dat er aan de buitenkant flats neergezet zijn. Donderdag vaart Nanne zijn laatste tochtje. Emotioneel? Nou ja, dat heb ik me afgevraagd. Ik weet wel, de vorige twee die. Die afscheid namen, die moesten het laatste reisje doen om 14:30. Of 14:50. En daar zag ik toch vochtige plekken in de ogen verschijnen. Dus ik denk misschien dat dat bij mij ook wel gebeurt. Zijn hart of de tong op zijn hart? Recht voor zijn raam. Juist. Ja? Maar ik ga dan even verder.